Ja, werden dat dus aanstaande dinsdag. Maar nu gaan weer een aantal mensen zich rijk prijzen bij Fred Oster. Halverwege prijzenrijk zitten een paar knetters in het geluid. En dat konden we helaas op korte termijn niet meer verhelpen. Onze excuses voor dit ongemak. Hallo mensen thuis, dit is Studio voor de Video. Dit is Afro's onverbiddelijke prijsje rijk. Alles heeft zijn prijs, niets is er gelijk. Speel mee, leef mee en kom naar beneden. Jan-Hu de Groot. Ina Haverkort. Prijsje Rijn. Rode Bodde. Prijsje Rijn. Frederico Roos. En daar komt ie, uw steunen toegelaten in de prijzenslag, uw onbetaalbare Fred Oster! Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Dag heel genoeg, dank u vriendelijk. Welkom dames en heren ook thuis bij onze zoveelste aflevering van Prijsje Rijk. En we hebben met belangstelling zitten kijken achter de coulissen hoe jij naar beneden kwam achter de eerste tafel met een klein sprongetje, een klein, je dook eraan stap. En wat denken we van die laatste, hè? Die ging ook helemaal als een kangeroe kwam die beneden. Hè? Zo, hupsakee, zo kwam die naar beneden. Hè? Dat was even lachen, zo kwam die naar beneden. Ja. Het gaat om prijzen, we weten het, hè? En jullie zijn toevallig uitgeverkoren. En ik heb gehoord dat de leukste mensen die hier achter zitten straks nog worden gekozen. Nou, dat kan nog een leuke middag, een leuke avond hier worden. Hè? Aha. Goed, wie dat gaan worden zien we straks, want het gaat erom dat deze vier kandidaten een prijs weten te raden. En de eerste erbij is, die valt in ieder geval met zijn neus in de boter. Althans, die heeft de kans om een grote prijs te gaan verdienen. En wat gaan zij raden, Ijf? Vandaag starten we met een flinke pot. U gaat bieden op deze twee driewegpasreflex luidsprekers die zo gemaakt zijn dat je ze overal kunt neerzetten. Noem de prijs en dan mag u ze op uw schouders zetten. Ja, Jari, je moet als eerste zeggen, wat is het bedrag wat jij denkt dat dit artikel kost? Ja, ze hebben direct al overleg met de achterban. Ja, wat moet je nou doen, hè? 400. 400. We bieden 400 geworden. 400. Ina. 399. Dat is genoteerd. En Robert. 425. En 439 zijn de getallen die geboden zijn. En ik hoop het voor jullie. 1 is ongetwijfeld dichterbij. De prijs die wij betaalden, de winkelwaarde, is 450 gulden. 450. Federico. Welkom. Waar ben je vandaan? Enschede. Enschede, wat doe je in Enschede? Ik ben vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger, veel langs de weg. Heel veel zelfs. In een oude auto? Nou, 2 jaar oud. 2 jaar oud, ja, dat is alweer aan de oude kant, hè. Maar of het niet te verdienen is, we weten nog niet. Want we willen eerst in eerste instantie weten van Ijf. Ijf, waar gaat het om? Nou, we zullen eens even zien. Aha, wat zien we daar? Een lady shave. Hij scheert niet, nee, hij streelt. Omschakelbaar op 110 en 220 volt. U aangereikt in soft etui. En dan... Delftsblauw is deze kan en met de hand beschilderd. Een sieraad in uw huis. O, signores, signorina's, let nu toch eens op. Daar gebeurt het weer. Dit wordt de kans van uw leven. De enige echte. Deze vuurrode auto. Zelfs bij 170 km per uur blijft dit raspaard nog zuinig. Bij 90 rijdt hij slechts 1 op 18. Met 5e deur en niet meer klapbare achterbank. Het stuurwiel is verstelbaar en als extra krijgt u van ons ruiten met getint glas. Oh mamma mia, wat een rijkdom weer vandaag. Prijsje rijk en rij meteen maar weg. Rij er maar weg.
Het gaat om drie prijzen. Het gaat om de Lady Shave, het gaat om de kan of het gaat om die auto. En die auto is natuurlijk de belangrijkste. Ik wil je in eerste instantie zeggen, Dopje mag je mee terugnemen, dankjewel, bye bye. Deze is voor jou. Ik ga hier voor jou de Lady Shave ga ik even ontbloten. Het klinkt wat vreemd, maar het is wel zo. Er staan drie cijfers hier, drie cijfers, de 5, de 7 en de 8. Eén van de cijfers hoort er niet bij, het is een bedrag van 2 cijfers. Wat kost die? Schrijf het op. 58 gulden, 58 gulden. Kost die 58 gulden? Ben je vertegenwoordiger in die dingen? Nee hoor. Maar je denkt 58, maar kijk, 58? Nee, niet 58 gulden. De volgende mogelijkheid. Wat kost die? 78, zegt hij. 78, kost die 78? Nee, ook geen 78. De derde mogelijkheid, de derde mogelijkheid. 57 gulden, 57 gulden. Ik hoop het voor je. Kost die 57 gulden? Nee. Kost die 87 gulden? Nee. Geen 87 gulden. En die autokans wordt steeds kleiner. Probeer hem eruit te halen. Kijk wat je allemaal hebt gedaan. 75. Kost die 75 gulden? Nee. Ga door en probeer hem eruit te halen. 58, 78, 57, 87, 75. Kost die 85? Ja, 85. De Lady Shave heb je. Blijf bij me, Federico. Want het gaat nu om die kan. Die kan. Er zitten 3 cijfers, er zitten 4 cijfers. 3 van deze cijfers zijn goed. En ik hoop dat je het aan het juiste adres hebt. 3 cijfers, probeer ze te plaatsen voordat je alle kansen verspeeld hebt. $237, kost die $237? Helaas, helaas. En nu hoor je ze niet meer, hè? Mars, Mars over. $432, kost die $432? Nog 2 kansen. Wat kost die? En een kruisje erbij, Federico. Zet hem erop. Denk aan je tijd. $347, kost die $347? Ah, nog 1 kans. De laatste mogelijkheid. De laatste mogelijkheid. 7. 273. En als je de auto had gehad, de auto had hier gestaan voor deze cijfers en het bedrag van de auto was dan geweest, die laten we ook even zien, $23.745 gulden. En die gaat je helaas voorbij. Jammer. Deze neem ik even van je af. Maar je kan je straks waarschijnlijk nog een herkansen in het Rad van Avontuur. Federico, ik zie je straks terug. Dank je. Leuk dat ik erbij was. In ieder geval 1 prijs die hij meeneemt. En wellicht de volgende kandidaat meer kansen. Want wie gaan wij vragen vanaf de tribune te komen om eventueel als volgende deelnemer deel te nemen. Ik zie wat jij niet ziet, Fred. Een spannend kijkende dame. En dat is Jolanda Becker. Jolanda. En Jolanda is gevierd in de groep, zeg ik, want je had een leuk clubje bij zich, enthousiaste mensen. Ze zijn blij voor je en ze zullen hard voor je klappen, Jolanda. Je zal als eerste het spits moeten gaan afbijten bij het volgende artikel. Jolanda, wat heeft dit artikel gekost? Wat is het? Waar blijft de tijd? Dat vraagt u zich nou nooit meer af. Een blik op dit elektrische precisiehorloge volstaat. Een klokje voor zowel mevrouw als meneer.
Een klokje voor zowel mevrouw als meneer. Ik kan je er verder niks over zeggen of het goud, zilver is. Dat schittert, maar ik weet het verder niet. Jolanda, het is gokken geblazen. Wat denk je? Ik denk om en bij de 400 gulden. 400 noteren voor je. 400 gulden genoteerd. Dan komen wij tafel bij de eerste plaats. Zou je zo vriendelijk willen zijn om even... Juist, dankjewel Jannie. 200 gulden genoteerd. Ina. 425. En Robert. 365. De prijs die wij betaalden. En nogmaals gezegd, het mag er niet over zijn, het moet eronder zitten. De adviesprijs 210 gulden. 210. Ja, je bent hem. Je hebt hem. Loop maar mee, want we hebben een paar aardige prijzen voor jou in petto. En die staan hier in de winkel. En wat die prijzen zijn, horen van Ijf. Ijf, zeg het maar. Ja, dat zullen wij afwachten. Yo, yo, yo. U kunt een jaar vooruit als u deze denderende diepvrieskast volpakt. Vriezer en koelkast apart. En dan nog eens een uitrijdbaar keldervak ook. Waarin u de temperatuur met klimaatscherm regelt. En nooit meer geplens in de gootsteen als u deze afwasmachine prijst. Twee verschillende afwastemperaturen, verstelbare rekken en ruimte voor de afwas voor 12 personen. En dan, tot slot, 500 toeren per minuut draait deze schitterende wasautomaat. Als hij centrifugeert, 19 programma's met traploos instelbaar temperatuur en energiezuinig. Nou, dat is er even wat, hè. Kan je er wat van gebruiken? Ja, alles. Ja, alles kan je gebruiken. Ja, alles. En dat is het leuke, hè. Alles kan je gebruiken. Nou, het ligt in je bereik, hè. Want het is een heel simpel spelletje. Je mag alles hebben wanneer je mij zegt wat de duurste van deze drie artikelen is. De duurste is dat. Of die ijskast met diepvriezer en die extra la beneden. Of die vaatwasser. Of die wasmachine. Hm. De duurste. Diepvriezer. De ijskast met diepvriezer en die benedenlader erbij. Ja. Daar houden we het op. Ik vind het goed. Ik heb geen idee. Wij betaalden adviesprijs hiervoor, kijk eens, 1599 gulden. Ik hoop voor jou dat het de laatste, de hoogste is deze. Want we gaan kijken bij de vaatwasser. Die kost 12,49. Wanneer die laatste, die wasautomaat, inderdaad... lager is dan 1599 gulden, zijn deze drie prijzen voor jou, Jannie. Mag ik zien wat die wasautomaat kost? 1599. Ik feliciteer je, we zien elkaar straks terug bij ons Rad van Avontuur. In ieder geval weer iemand gelukkig gemaakt en zij had meer geluk dan onze eerste kandidaat. En wie straks weer geluk gaat krijgen, die kiezen wij uit die tafel en er komt weer een nieuwe bij. En wie is die nieuwe bij? Een enthousiasteling die het zeker verdient. Daar komt hij, Gerry ten Kater. Prijsje Rijn. Ja, Gerry, je vestigt een nieuwe wereldrecord hier op de trap. Want je bent zeer snel naar beneden gekomen. Op een sportieve manier kwam je springend naar beneden. Heel goed gedaan en ik hoop dat je straks de prijzen gaat vallen. Want jij bent de eerste die moet gaan zeggen wat dit artikel kost. Kijk eens wat we hier hebben en luister naar Eef. Een wereld gaat voor u open als u deze atlas opslaat. Bergen en dalen, rivieren en beken. Alles wat u maar weten wilt. Alleen het prijskaartje, dat moet u raden. Ja, dat prijskaartje ontbreekt en als jij daar een prijskaartje op zou moeten hangen, wat voor een prijskaartje zal je daarop hangen? Ja, je moet het zeggen als eerste. 175 gulden. Ina, 150. Robert. 89 gulden. 280 gulden. En als laatste Jolanda. 200 gulden, dat zijn de bedragen die zijn geboden. De actuele waarde, winkelwaarde, adviesprijs is, let op, 149 gulden. 149 gulden. Robert is erbij. Ja, Robert. Gefeliciteerd, Robert. Ja, en ik wil nog even zeggen wat Ina dacht dat zij hem had. Want die zat er vlakbij, maar die had overboden. En we hebben steeds gezegd, degene die van onder het dichtst erbij was. Maar Ina krijgt straks nog een kans om eventueel aan het spel deel te nemen. Voorlopig ben jij daarbij. Robert, hoe heet je verder? Robert Borden. Uit Groningen. Helemaal uit Groningen. Kunnen jullie ons in Groningen ook ontvangen? Jazeker. Ja, gelukkig dan maar. Ja. Heb je nog Groningers meegebracht? Ja hoor. Kan je die ook horen? Ja, gelukkig. Groningers kan je ook horen.
Ja, Robert, wat doe je? Ik doe momenteel niks. Je doet ermee, maar dat is heel goed. Dan kan je gelukkig even bij ons zijn vanavond, omdat je niks doet. We hebben een paar aardige prijzen. En wat is de prijs waarom het gaat, Eif? Nou, ik hoop dat Robert geluk heeft. Robert gaat spelen om een zonnige hoofdprijs. Als u zin hebt om met uw eigen auto naar de Spaanse Lloret de Mar te gaan, dan reserveren wij daar voor u een 15 dagen lang een mooi appartement. Vlakbij het Witte Strand. Vlak bij dat Witte Strand, en dat komt allemaal ontzettend goed uit, want als je niks doet, dan heb je de tijd in ieder geval om 15 dagen twee personen naar de Costa Brava te gaan. Nou, dat lijkt misschien heel moeilijk, het is ook moeilijk, want je bent er voorlopig nog niet, maar de prijzen die dat kost. Hier staat op dit bord 2, 4, 5 prijzen. Eén van die 5 prijzen kost die reis naar de Costa Brava, die er wordt aangeboden voor 2 personen voor 15 dagen. Je kan je kansen, je krijgt 1 kans sowieso. 1 keer mag je kiezen van deze. Maar we willen je nog meer kansen gunnen en die kansen moet je zelf maken middels het volgende spel. Want wat is dat spel, Eif? De artikelen die hij moet raden, zeg het maar. Die gaan wij nu tonen, zoals wij daar zien. Deze kleine ponies reizen in een kinderwagen. Het lijkt een cryptogram, maar uw kinderen begrijpen het meteen. En wat denkt u van de prijs van die mini stereo cassettespeler? Loopt u er zo mee weg? En we hebben nu eens een wit model Lady Shave. En of dat iets op de prijs uitmaakt, dat bepaalt Robert. Ja, Robert, Eif zegt het al, jij gaat zelf je kansen bepalen. Kijk, we hebben hier een aantal artikelen staan. Bij dat eerste artikel moet je eens kijken, een leuk dingetje. De vraag is heel eenvoudig. Is die prijs 46 gulden, ja of nee? Ja, ik dacht van wel. Wat zegt Groningen? Hij zegt ja. Ik dacht van wel. Jij zegt ja. Hij zegt ja. 46 gulden. Ja. 39. Nee. 1 kansje verprutst. 1 kansje verprutst. Maar wellicht ga je toch naar de Costa Brava. Costa de Brava was het, hè? Ja. Volgende artikel. En dat gaat dan. Of kost dat 59 gulden? Te ja of te nee? Ja. Ja. 59 gulden. Gaan kijken. 59 gulden. Ja. Ja. 2 kans. 2 kans heb je binnen. De derde kans, de Lady Shaver. De Lady Shaver. In die prachtige verpakking. Ik weet het niet, aan mij heb je niks. Nee, 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 nee. Nee. Hij houdt het op nee, kost die 79 gulden. Nee. Hij kost 85 gulden. Ik kan je zeggen dat je 3 kansen van mij krijgt. Wanneer je 3 kansen noemt, 3 bedragen noemt en 1 van die 3 is de juiste, dan ga jij met vakantie naar de Costa Brava. 2 personen, 15 dagen. Wat kost die reis? Zeg het maar, 3 kansen. 1065. 1065, zegt hij. 1065 kost die 1065. De eerste kans, fout. Blijf maar een beetje bij me. 1065, 2 personen, kost 800, voor 2 personen 15 dagen. Ik mag niks zeggen. 956. 956, 2 personen naar de Costa Brava, ik zou het echt niet weten. Fout. Laatste kans, Robert. 1263. Hij zegt 1263 kost zo'n reis, 2 personen, 15 dagen naar de Costa Brava. 1263 gulden, ik hoop het voor je. Het kost... Ah, wat jammer. Ik ga voor je kijken bij de 1000 gulden. Ah, 1000 gulden is goed, 875, helaas ook fout. Als je dat had gezegd, 1000... Dan was het goed geweest. Robert, ik wil je straks de gelegenheid geven om je te herkansen bij het Rad van Avontuur. Tot straks. Want dat Rad van Avontuur, dames en heren, gaan wij nu spelen. Wij spelen dat hier op deze plaats. En de eerste die dat rad gaat spelen is Jannie. Jannie komt erbij. Jannie, je kent ons rad. Probeer, Jannie. 1 keer rond te gaan, heb ik een mooie prijs voor je. Bij wanneer die terugkomt op die 100, in de eerste keer krijg je van mij een diepvrieskist van 150 liter. Als je het nog een keer doet en ik kom weer op de 100, dan veranderen we die diepvrieskist in een prachtige 250 liter dubbelsdeur koelkast.
extra prijsje. Probeer het. Maar anders gaat het gewoon om zo dicht mogelijk bij de 100 te komen. Kom je boven de 100, is het gedaan. Harde zwieper, hè? Hapsakee. Op de schijf gaan. Nou, wat komt eraan? De 100. Daar moeten we op gokken. We zitten in de buurt van de 80. We zitten in de buurt van de... En wat is het geworden? De 80. Jannie, 80 is hoog. Als je nog een zwiebert geeft, heb je kans dat hij boven de 100 komt en is het gedaan. Wat doe je? Stoppen. Stoppen. Mag je daar plaatsnemen. Ik wil de volgende zien. Frederico. Frederico. Ik hoef je niks meer te vertellen. Je pakt het rad en je gaat weer aan. Ik wens je allemaal zo. Ga je gang. Dat is een draai, zeg. We rijden zo met dat rad de winkel uit, de studio uit, als we niet oppassen. Kijk die duimen, kijk die duimen. Kijk die vingertjes van hem gaan. Ja, 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 roepen ze. Vijftien betekent dat je nog een keer mag draaien. Probeer boven de 85 te komen. Wederom mazzel. Frederico, ga je gang. Dat zijn zwiepers, dat mag je wel zeggen. Hij had 15, hij had 15. Het woord. Oeh. 15 en 25 is 40. Het is helaas te weinig, Frederico. Ik vond het leuk dat je erbij was. Tot ziens. Dag. En als laatste, Robert. Robert. Ik zou zeggen, loop door, pak hem en draai. En het richtgetal is 80 weer hier dus in deze rode spot gaan staan. Robert, kom een stapje achteruit. Ja, juist, kijk maar naar hem. Maar daar gaat hij. Daar gaat hij. En we draaien, en we draaien. En waar komt hij op terecht? En we hebben voor jou 35. 35, te weinig. Nog een keer, ga je gang. 35. 35, neem plaats. 35. En we zijn benieuwd wat het gaat worden. 35 heb je. En je moet boven de 80 zien te komen. 35 heb je in huis. Wat komt daarbij? De 100 moet je nou helemaal niet meer hebben. 35 plus. Plus. Kijk die 65. Plus. 85 is te hoog. Je zit dan op iets boven de 100. Niks aan te doen. Robert, tot ziens. Ik wens je verder een prettige avond. En ik kan u zeggen... Kom er maar bij, kom eens deze kant op en ik kan jou in ieder geval gaan zeggen dat jij als eerste gelukkig bent, want met haar gaan we straks de finale spelen. Zover is het nog niet, wie loopt vast naar de finale plaats? Ik zie je straks terug. Eén van de finalisten. En wie de andere finalisten gaat worden, dat gaan wij bepalen aan de volgende spelen. Want één van de drie die het volgende, de drie volgende spelen gaat spelen, gaat zich plaatsen voor die finale. Maar eerst moet die tafel weer vol met vier en wie wordt die vierde persoon, Ijf? Nou, dat is iemand met een gigantische ik wil meedoen uitstraling. Het is Annie Knobben. Wees je reen. Welkom Annie, welkom aan de biettafel hier, de biettafel. En dat betekent Annie dat jij als eerste op iets zal moeten gaan bieden. En waar gaat ze op bieden, Ijf? Uw glimlach wordt pas echt stralend als u met deze elektrische tandenborstel hebt opgepoetst. Dat gebeurt met 3300 horizontale en verticale bewegingen per minuut. Voor uw dagelijks poetsgymnastiek. Ja Annie, een elektrische tandenborstel. Je mag zeggen wat die kost, zitten er extra borsteltjes bij van de andere leden van de familie. Wat kost die Annie? 89. 89, 89 geboden, we houden op 89. Jolanda. 69. 69, ja. Mag. 69, we hebben hem staan voor je. We komen weg, Gerrie. 80. 80, ik hoop het voor je. En 68. Dat. En Ina zegt als laatste 68 en kon nauwelijks wachten, had haast daarmee. De prijs die wij betaalden voor deze set, deze tandenborstel set, is 89 gulden. 89 gulden.
89 gulden. En dat betekent dat ik zelfs een extra prijs voor je heb, Annie, kom erbij. Want kijk hierin en zie je, want je was op de gulden na goed, wat ik voor je heb, een extra prijs. Die extra prijs is... Een barbecue. Een prachtige mooie barbecue. Dank je, je krijgt de barbecue. Ga je er straks als extraatje bij, omdat je het op de uitstekend hebt gespeeld. Nou, waar gaat het om? Het gaat uiteraard niet alleen om de barbecue, want we hebben nog veel fraaiere prijzen. En wat die fraaie prijs is, gaan we horen van Ijf. Ijf? Eigenlijk zou commentaar overbodig moeten zijn als u dit allemaal gaat zien. De computer met kussens en 18 programma's plus de joystick die al spelend wonderen kan doen. En dan zo'n klassiek zitkamertapijt. Meet 1,5 bij 2 meter en het toont met die handgeknoopte folkloristische motieven. En dan een reis. En niet bepaald vliegend tapijt, want u gaat varen naar Londen. Een 3-daagse trip op een superdeluxe veerboot. En tenslotte dan nog deze droogautomaat. Die 4,5 kilo wasgoed op 2 temperaturen kan drogen. Haal de waslijn maar naar binnen. Ja, ja, ja. Allemaal ligt dat in jouw bereik wanneer je het spel gaat spelen op de manier zoals het moet worden gespeeld. En dan heb jij die 4 prijzen straks binnen. Want het is een simpel spelletje. Het geluk moet een beetje aan je kant zijn, Annie. Waar ben je vandaan? Uit Haarlem. Uit Haarlem. Waar ligt Haarlem precies? Tussen Raalte en Almelo. Tussen Raalte. Oh, dat is, een, ja. Is dat het Tukkerland? Ja, op de scheiding van Salland Twente. Salland Twente, die kant op zit je. Goed. Nou, je ziet het, hè. De 4 prijzen waarom het gaat. Dat is een computer. Dat is de computer. Computerapparatuur. Dat is de tapijt. 3 dagen Londen. Of de droogautomaat. Naar welke prijs gaat je voorkeur uit? Welke zou je het liefst willen hebben? Droogautomaat. Ik wil je zeggen, je krijgt ze allemaal als je het spel goed speelt. Allemaal. Want het enige wat jij moet doen is mij zeggen welke 2 prijzen, welke combinatie dan ook, maar je mag kiezen, kosten met z'n tweetjes 1261 gulden. Is dat de computer met het tapijt? Of is het tapijt met de 3-daagse reis naar Londen? Of is het een andere combinatie? Jij mag het zeggen, ga op deze plaats staan en ik zal je laten zien wat er ongeveer aan de hand is. Ga even daar staan als je wil. Want dan kan ik het met geluid een beetje bijhouden. Annie, welke 2 komen op een totaal van 1261? 1261. Ja, de computerapparaat en 3 dagen Londen. De computer en 3 dagen Londen. Computerapparatuur kost 627 gulden. 627 gulden. 3 dagen Londen. Reelverzorger, 3 dagen Londen kost 634. Kom je in totaal. Ja, dat betekent dat je niet alleen deze prijzen hebt, maar achterlos doen we erbij de droogautomaat voor 799 gulden en ook dat tapijt van 899 gulden. Annie, gefeliciteerd. Ik zie je straks terug bij ons Rad van Avontuur en hoop dat je dan net zoveel geluk hebt als bij dit spel. Dat zijn in ieder geval weer prijswinnaars. Zo moet het spel worden gespeeld. En ik hoop dat de volgende het hetzelfde meer gaat doen. Want hij, wie komt achter de biektafel? Oh, wat wil hij graag. Kijk eens hoe enthousiast hij is. Willy Huskes. Prijs je reis. En Willy neemt plaats achter de derde tafel. Hallo Willy, leuk Hallo. Dat je er ook bij bent. Had je er een beetje op gerekend? Je ziet er zo mooi klein uit. Een beetje wel, ja. Een klein beetje. Ja. Kijk eens aan, heb je er ja, slecht van geslapen vannacht? Nee hoor, helemaal niet. Nou goed zo, ik hoop dat de zenuwen je niet door het lijf gaan gieren, want dat nee, is hoor, toch een spannende aangelegenheid. Je staat hier ineens en dan doe je ineens in een uitzending mee. Willy, je mag als eerste gaan zeggen wat de prijs is van het volgende artikel. Ijf, wat hebben we? Een zeer handig koffiezetapparaat. Instelbaar voor 2, maar ook voor 12 kopjes. Met scharnierend afsluitbaar filterhuis. Alleen, dames en heren, u moet nu zorgen niet op de koffie te komen. Nee, want als je op de koffie komt, dan zit je fout, hè. Maar in dit geval zit je nooit fout, Willy. Want wat is de prijs van deze fraai uitgevoerde koffiezetter? 79 gulden. 79 gulden, we noteren hem voor je. 79. Jolanda. Jolanda. Ja, 89. 89, tientje erbij. Gerry. 99. 99 gulden. En Ina heeft nog een beetje overleg met haar achterban. Personeel wat ze heeft meegebracht. Wat zegt je personeel, Ina? 109. 109, zegt het personeel van Ina. Ik hoop het voor je. Iemand zal er ongetwijfeld dichtbij zitten. Want de adviesprijs die wij hebben betaald voor deze koffiezetter, 109 gulden. Exact. Ina.
Wil je even hierin kijken wat hierin staat? Dan heb jij ook een extra prijs. En wat staat erop? Barbecue. Een barbecue. Ook jij hebt, omdat je de prijs zo perfect hebt gezegd met 109 gulden, krijg je nog eens even extra de barbecue er ook bij. Ik vind het leuk dat je het zo goed hebt gedaan. Eindelijk was je erbij. Wat je hoopte. Je stond te ik zag het, je stond te popelen en je dacht, ik wil meedoen. Ja. Nou is heel goed, want we hebben aardige prijzen en ik kan me voorstellen dat je mee wil doen, want het gaat om, Ijf. Nou, Ina, u kunt nu zelf uw directeur spelen achter dit werkelijk imposante kersenhouten bureau met een prachtig blad van echt leer in een fijn kleur groen. Win dit spel en u mag het allemaal meenemen. Ja, prachtige prijs, dat mogen we wel zeggen. En die prijs ligt in jouw bereik, want moet je eens kijken. Wij hebben hier een bedrag staan van 3876 gulden. Nou, ik kan je echt verzekeren, het kost niet 3876 gulden, wat we net hebben gezien. Alles bij elkaar, die prachtige dingen. Nee, dat heeft een ander bedrag. Maar dat andere bedrag, dat wordt bepaald wel door cijfers die hier vlakbij zitten. Die 3 wordt of een 4 of een 2. Die 8 wordt of een 7 of een 6. Wat zeg ik? Of een 9 of een 7. En die 7 wordt of eentje hoger of eentje lager. Zo gaat het bij allemaal. Mijn vraag is, die 3, wordt die een 4? Of wordt die een 2? Een 2. We maken hier een 2. Hij moet dus lager. De 2. Wat doen we met de 8? 9. Je wil van die 8 een 9 maken. Een 9. 1 omhoog. 9. 2900 gulden en wat erbij. Dat kan een 6, hè? Of niet? Een 6 en een? Een 6 mag. En een 8, hè? Een 6, ik wil eerst, ja, of een 6 of een 8. Ja, 8. Een 8, je wilt er een 8 van maken. Kijk eens, 8. Wat doen we met die 6? 5. Een 5. Een 5, gaat die 1 naar beneden, dan moet het een 5 worden. Met andere woorden, jij zegt, dat setje wat we net zagen hier in onze showwinkel moet kosten 2985 gulden. Dat denk jij. Ik hoop het, ik heb geen idee. We gaan eens even netjes vragen aan de mensen die dat allemaal bedienen, de computers in handen hebben. Vraag maar eens eventjes, meneer, hebben we er 1 goed? Meneer, hebben we er 1 goed? Meneer? Meneer, hebben we er 2 goed? Meneer, hebben we er 3 goed? Meneer, hebben we ze allemaal goed? Heel goed. Nou, of het zo is, we gaan even kijken. Mag ik even kijken? Meneer, mag ik kijken? Wat je ziet, kijk eens de eerste. De 2 is goed. De 9 is goed, de 8 is goed en de 5 is goed. Een prijs van 2985 gulden. Ik feliciteer je, ik zie je straks terug bij het Rad van Avontuur. Tot straks. Ja, zo gaat dat. En zo kunnen wij mensen gelukkig maken. En ik hoop dat we nog meer mensen gelukkig kunnen maken bij het volgende spel. Want Mie mag mee gaan doen, Ijf. Nou, daar zit iemand te gillen en te springen om mee te doen. Nou, kom dan maar naar beneden. Ria Braco. Race je reet. Ja, dat was een kort stukje, Ria, want je was bij wijze van spreken vlakbij. Je zat hier op dat hoekje eigenlijk al te wachten. Nou, je bent er aan bijgekomen, Ria. Je moet als eerste een bod gaan doen op het volgende artikel. En wat is dat artikel, Ijf? Voor de kinderen. Speciaal voor de kinderen bestemd en vader speelt er mee. Deze door 2 motoren aangedreven wagen met allerlei functies die zijn grote broer ook heeft. Wat zou die kosten? Ja, ik zou het niet weten. Als alleen die wieltjes al, hè. Ik denk dat er aan beide kanten zo'n 25 wieltjes zitten, een stuk of 50 wieltjes met een soort vrachtauto daartussenin. 159 gulden. 159 gulden, ja. 159. Ik hoop het. Naast je wordt Willy. 170. Dat zegt jouw achterban, 170. Ik hoop het. Jolanda. 145. 145 gulden. 145. En Gerrie. 150. 150. En het fijne is dat ik het niet weet. Ik kan niemand helpen. Ik kan alleen het kaartje uit de zak halen en voorlezen wat de adviesprijs is. De adviesprijs van dit artikel is 199 gulden. 199. Willy. Yay. Willy, loop maar mee. Ik heb iets aardigs voor je. We lopen hier naar deze winkel en in deze winkel staan prijzen. Ijf, wat hebben we hier? Nou. Wat er nu voor uw verbaasde ogen gaat komen, is geen ijskast. Dit is een dubbeldeurs koelautomaat met maar liefst 234 liter ruimte achter de volgeschuimde deuren. Manden in de deur, verstelbare rekken en een uittrekbare mand in het vriesvak. Wij bevelen hem warm aan. En dan... Digitaal geluid is het mooiste geluid.
En u kunt dat thuisbezorgd krijgen door middel van deze welluidende compactdiscspeler. Natuurlijk aansluitbaar op uw huisapparatuur. En programmeerbaar bovendien. Een werkelijk klinkende prijs. Ja. En dat allemaal, dat zit heel dichtbij, hè. Want dat zijn prijzen die wij jou gunnen. Wij hebben liever dat je ze meeneemt en dat je ze hier achterlaat. Dat is onze wens, dat jij ze wint, Willy. Nou, het is heel simpel. Moet je kijken. 1595 gulden. Dat is de prijs van één van deze artikelen. Is dat of die koelkast, of is dat het andere artikel? Oh, wat moeilijk. Ja, wat moet je doen? Jij moet het doen. Jij helemaal alleen. De rechtse. Zij zegt aan de rechterkant. Ja. Dus niet die koelkast. Niet de koelkast. Nee, de rechtse. Bent u het ermee eens, ja? Waar kom je vandaan, Willy? Uit Enschede. Uit Enschede. We hebben veel mensen uit Enschede. Nou, ik hoop dat Enschede gelijk heeft. Want dat is in die combinatie aan de rechterkant. We zetten hem daar neer. 1500 en zoveel gulden. Ik hoop het voor je. Ik weet niet of ik het gedaan zou hebben. Juist. Nee, ja, nou, ik vind het doodeng, hè. En ik zou je zo graag blij willen maken. En ik ben altijd zo bang dat het verkeerd gaat, hè. Met 50% kans. Maar ik weet het echt. Daar is een spel. Nou, we gaan kijken, hè. Gauw maar. 1500. Ja! Ja! Willy, kijk eens. Van inderdaad de koelkast had gekost. 1275 gulden. Maar ze zijn alle twee voor jou, Willy. Alle twee voor jou. Je wordt gefeliciteerd. Jij hebt ze gewonnen. En ik wil je vragen om even die kant op te lopen. Want wij, dames en heren, gaan verder met ons rad hier. En de eerste die we bij het rad gaan vragen is Ina. Mag ik Ina hier hebben? Ina, kom erbij. En ik ga je uitleggen, Ina, wat de bedoeling is van het rad vanavond u. Hij staat op de 100, je weet het. Je mag hem een zwiepert geven. Weet je waarom je als eerste aan het rad moet draaien? Omdat je het hoogst in prijzen staat. Wanneer je jouw prijzen in geld uitdrukt, sta je het hoogst van allemaal. Nou, dat is toch prachtig? Ja. Nou, je mag hem een zwiepert geven. Probeer op de 100 te komen, dan krijg je een extra prijs. Een tweede keer weer een extra prijs. En mocht dat niet lukken, probeer dan zo dicht mogelijk bij de 100 te komen. Want als je over de 100 heen gaat, dan is het gedaan met de sopraan. Ina, ga je gang. Komt eraan, 40. Ik denk, Ina, 40. Ach, ik probeer nog een keer. Probeer nog een keer, ga je gang. Ga je gang. 1, 2, en graag weer. 40 heb je, 40, wat kunnen we ervan gaan maken? Dan komt die 100, die heb je nou niet nodig. 40 plus 25. Hij staat nog aan deze kant. Hij staat nog aan deze kant, zie je. 40 plus 25, zit je op 65. Je mag even daar plaatsnemen met 65. We vragen daarbij Annie. Annie, je weet het, 65 is te verslaan. Als jij hoger zit, dan mag je daar plaatsnemen. Maar je moet het eerst maar zien te bereiken. Probeer het. Ineens wiepert op de 100 extra prijs. Ga je gang. 1, 2... Honderd zei ik extra prijs, daar komt de 95, daar komt de 20, daar komt de 40. En wat pakt zij? Zij pakt voorlopig 40. Wat doe je? Nog een keer. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Kom erbij en geef hem een goede zwieper, dan probeer hoger dan 65 te komen. Als het aan je supporters ligt, aan de mensen die mee zijn gekomen, dan moet dat lukken, want zij hebben ervoor geroepen. Wij kijken naar het rad en wat zien wij op het rad? Je had 40 en je pakt erbij 55. Je staat op 95. Je mag daar plaatsnemen. 95. Als laatste Willy. Willy, ik hoef het niet meer uit te leggen. Je pakt hem, kom maar mee. En een goede zwieper, hè. 95 zit erin. Probeer de 100 eruit te halen. 100 roepen ze. 100 is in ieder geval een extra prijs. En dan heb je hier geplaatst voor de volgende. Wat doet zij? Zij pakt 80. 80. 95 staat er. Je moet boven de 95 zien te komen. 80 plaatst zich niet. Willy, je moet nog een keer. 15 moet je gooien. Hij moet één keer rond. In de cirkel.
80 en 35, het is helaas te veel. Willy, gegroet, je mag die kant op gaan. En met jou kan ik zeggen, Annie, dat jij in ieder geval de tweede finaliste bent. En we gaan kijken wat we voor jou in petto hebben in onze grote show-etalage die je gaat spelen tegen Jannie. Kom maar mee. En neem je plaatsje in, neem je plaatsje in. Twee dames gaan vechten voor de finale en Jannie, jij staat op de plaats. Op deze plaats, dat betekent Jannie dat je het hoogste aantal in guldens hebt wanneer je de prijs in guldens weet te waarderen. Je staat echt ver bovenaan en daarom ga ik je een winkel laten zien met de mededeling dat wanneer je die winkel niet wil hebben, je zegt van nou, dan mag je hem doorschuiven, je weet dat hè. Jannie, kijk naar onze eerste showwinkel. Wat hebben we daar, Ijf? Het blijft de gok of u deze winkel neemt of niet. Nou, daar gaan we dan. Deze mooie wasmachine kan voor u zijn. Met 22 programma's, traploze temperatuurknop, knop voor zuinig wassen en 1000 toeren per minuut. En die stofzuiger daar. Zult u leren waarderen door zijn enorme zuigkracht en zijn vele hulpstukken. En omdat u nu toch al zo gelukkig bent, krijgt u daarbovenop een reis. Een midweekarrangement dus van maandag tot vrijdag in het schitterende bungalowpark Heidelbos in Limburg. Uw verblijf is voorzien van terras, licht, lak, bad en kleurtelevisie. Zwemmen is natuurlijk gratis. Nou, doe maar. Prijs je reet. Jannie, wat doe je? Zeg je, ik neem hem of schuif je deze door naar Annie? Ik schuif deze door. Je schuift hem door naar Annie. Annie, wat kost deze winkel, de inhoud van deze winkel? Wat heeft hij voor een winkelwaarde? 3800 geboden, 3800. En Jannie, ik wil je een winkel laten zien die zijn weerga niet kent. Want kijk naar deze winkel en doe jouw bot daarop. Wat is de winkelijf? Aha, barst winkel 2 vandaag uit zijn voegen of staat die angstig leeg? Kijk eens aan! Haha, u vaart voortaan de beste voorbij met deze sportieve surfplank. En moet u het nog leren, u worstelt in ieder geval, maar komt altijd boven. Als zelfs de snelste surfers deze plank verkiezen, dan kunt u niet meer langzaam zijn. En u krijgt van ons ook nog dit prachtige hi-fi systeem met alles erop en eraan, wat u zich maar wensen kunt. U luistert daarnaar, bijvoorbeeld in uw tuin, als u gezeten bent in dit fantastische tuinameublement. Gemaakt uit aluminium en kunststof. De tafel is verstelbaar in lengte en de parasol krijgt u inclusief. En wanneer het buiten heeft gewaaid, knapt mevrouw zich op met deze luxe, zeer complete haarverzorgingsset. En prijsje nummer rijk! Ja, prijsje nummer rijk. Annie heeft voor haar winkel 3800 gulden geboden. En wat biedt jij, Jannie? Jannie, ik wil nu van je weten de waarde van de inhoud van deze winkel. 5000. 5000 gulden, 5000 gulden, 5000 gulden. Spannend. Annie, ik ben bij jou en ik zit bij jou. Jij zegt 5000 gulden. De prijs die wij betaalden voor jouw winkel is 5004 gulden. 5004 gulden. Een verschil van... En de winkel van Annie. Zij bood 3800 gulden. Wij betaalden 2403 gulden. Het verschil is... Met andere woorden, zij zit daarover. En ik kan zeggen dat de winnares van vanavond is Jannie. Jannie, kom erbij. Laat het allemaal liggen. Laat maar liggen. Kom maar mee. Want je hebt prachtige prijzen, vriend. Dit is een AVRO-programma geproduceerd in samenwerking met Wing Productions. We'll be right back.
Tranen van geluk van Jannie voor al die schitterende prijzen die zij gewonnen heeft. Prijsjereik is er trouwens weer over 3 weken op zaterdag 30 mei. En nogmaals onze excuses voor de kleine geluidstoring. Afro Stedelijn met Mirna. Dag Mirna, ik heb een bergfeitje. Ah, wat jammer dat ik hem niet kan zien. Mag hij ook op de televisie? Televisie? Ja, dat weet ik niet hoor. En als hij nou ook lid van de Afro is? Ja, dan misschien wel. En wat krijgt hij dan? Nou, dan krijgt hij de Afro-bode. 26 weken voor 1 tientje. En hij kan ook praten, kijk maar. 06 41 42. Ja, leuke kleine geitje. Alle opera- en operette-liefhebbers zitten nu weer aan hun televisietoestel gekluisterd. Want, nogmaals, op veler verzoek heeft Marion Lambrix een ontmoeting met de legendarische componist Johann Strauss. Maar eerst wil ik u nog eventjes vertellen dat u Marion Lambrix binnenkort ook weer eens een keertje live kunt zien optreden. Want op zaterdag 30 mei maakt de AVRO televisieopname met haar. En dat doen we in het Openluchttheater in Valkenburg. Kaarten kunt u bestellen vanaf morgen. Zaterdag dus. Bij het VVV-kantoor Het Guldal. En dat is gevestigd aan het Theodor Dornplein nummer 5 in Valkenburg. U kunt de kaarten ook telefonisch bestellen. Het telefoonnummer is 044 06 en dan 133 64. Dus 044 06 133 64. En nu gaan we dus naar Wenen met Marion, het promenadeorkest onder leiding van Jan Stule en een aantal gastsolisten. Heel veel plezier.